Een bijzonder goedenavond. Fantastisch dat u allemaal aanwezig bent. Bij dit eerste Haagse college. In de mooiste zaal van Den Haag. Sterker nog. Een van de mooiste zalen van het land. Aangezien dit het robotcollege is, leek het de initiatiefnemers logisch om mij erbij te halen voor de opening van de avond. Wat een eer. Ja, natuurlijk een applaus voor onze huisrobot, Richard de Robot. Wat een enthousiasme ook, hè? Levendig, zei hij, hoe hij het een eer vindt om hier te staan. Nou, in ieder geval, wij vinden het echt fantastisch om voor het eerst hier bij het Haagse College, nou, in de mooiste zaal van het land dus te staan, de Koninklijke Schouwburg. En dat met een bijzonder actuele avond, het Robotcollege, met econoom Matthijs Bouwman. Mijn naam is Vincent Rietbergen, samen met Freek Ewels, een van de initiatiefnemers van deze nieuwscollegeavonden in Den Haag. Ja, en nieuws het is, want de afgelopen 3-4 weken, misschien hebben we er ook iets meer op gelet, verscheen het ook heel veel in het nieuws, hè, de robots. Kijk, onze staatssecretaris Van Rijn in een verzorgingstehuis met een robot. De heer Bouwman zal straks flink wat kanttekeningen bij Zora plaatsen. Robots maken eerst de robotbaby. Kijk, dus deze twee robots hebben een soort van de liefde bedreven. Daar kwam dan een code uit. Die wordt dan naar een 3D-printer gestuurd en daar komt dan weer een nieuwe robot uit. Op zich best wel freaky natuurlijk. Kijk, 100 miljoen gaat naar Delft vanuit een Canadese fonds. Investeren flink, dus er gaan de aankomende jaren een hele hoop dingen gebeuren. En ja, een pizza bestellen bij een robot lijkt me toch ook wel een aparte ervaring. En het volgende fragment komt vanuit, nou ik denk een week of 2-3 geleden zat het in het NOS-journaal. 8 uur, dan kijken we heel even naar. Dit is een zorgrobot in ontwikkeling. Heel nuttig voor patiënten zou je zeggen. Maar ondertussen werken Amerika, China en Rusland ook aan robots die zo zijn geprogrammeerd dat ze kunnen doden zonder directe menselijke controle. Een killer robot kun je bijvoorbeeld aan een grens stationeren met de simpele opdracht: als er iets beweegt, schieten. Ja, dat is toch een beetje het angstbeeld. Nou, wat we vanavond... Ze staan overigens op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea, staan deze killer robots al. Dus het is een vrij actuele discussie. Nou, wat we vanavond natuurlijk willen doen, is even het hele plaatje erbij pakken. Vanuit economisch perspectief ook. Is die angst nou daadwerkelijk terecht? Nou, en daarvoor hebben we dus de man eigenlijk uitgenodigd die alles weet over de robotisering van de economie, Matthijs Bouwman. Voordat ik hem uitgebreid het woord ga geven, nog even drie korte dingen. Achterin staan de camera's van NPO Politiek. Dit weekend komt er een uitgebreide samenvatting. Momenteel, we streamen dit ook even op YouTube en op Facebook. Leek ons leuk om even in ieder geval een stukje uit te zenden. Dus ook goedenavond mensen die thuis kijken. De heer Bouwman die zal ongeveer tot 9:15 spreken. Daarna is er pauze. We gaan door tot 9:45. Laatste kwartier, 20 minuten vragen uit de zaal. We hebben een mooie werpmicrofoon. Je schijnt hem ook te kunnen koppen, dus dat gaan we straks uitproberen. En u heeft allemaal bij binnenkomst onze inhoudelijke goodiebag gekregen. Veel feiten en cijfers op een rij. Haagse College Magazine in samenwerking met Repro van der Kamp. Onze dank is en blijft groot. 2 artikelen nog van de heer Bouwman ook. En vergeet ook de aantekenpagina's uiteraard niet. Schrijf die gerust vol. Dus rest mij de man van vanavond aan te kondigen. De man die echt alles weet over de robotisering van de economie. U kent hem waarschijnlijk wel vanuit columns, artikelen. Kijk, hij staat er al. Uit het FD, Financieel Dagblad. Anders als economisch duider, RTL, RTLZ. En anders sowieso vanuit De Wereld Draait Door. Dus dames en heren, een warm applaus voor Matthijs Bouwman. Dankjewel. Super. Dankjewel, Vincent. Jee, het is echt helemaal vol. Ze zeiden, er komen echt mensen, maar ze hadden niet verteld dat het helemaal vol zou zitten. Ik doe even mijn klokje aan, want dan mijn robotklokje. Dan stopt het ook op een gegeven moment weer. Daar moet u alleen maar blij mee zijn. Nou, ontzettend leuk dat u bent gekomen. Het is voor mij een beetje spannend in deze zaal. Of het de mooiste is van Nederland, nou, ik denk het wel. Maar in elk geval de imposantste als je aan deze kant staat. Indrukwekkend. Ik vind het ook eigenlijk wel komisch dat u bent gekomen. Want u wil alles horen over robots en dan gaat u naar een econoom. Ik weet het niet hoor. Moet misschien naar iemand van de TU Delft of zo. Of naar iemand van Google. Die hebben ook een eigen robotbedrijven.
Dus we gaan robots doen, maar wel met een economische invalshoek. Ik ga proberen mij bij mijn vakgebied te houden en niet net te doen alsof ik alles snap van robots. Het is op zich komisch dat economen de afgelopen jaren plotseling een liefde hebben opgevat voor de robot als studieobject. Nou, niet deze. Ja, dit is best wel een sneuwe robot eigenlijk. Hè? Hij deed niet veel, hè? Ja. Maar vooral omdat er een soort onrust is ontstaan, maar ook wel een soort enthousiasme aan de andere kant over robotisering van het werk. We zagen net hoe de robot op schandalige wijze de scherpschutters van Noord-Korea en Zuid-Korea het werk onmogelijk maakt. Zo wordt ons werk dus gestolen. Tegenwoordig schieten geen mensen meer op mensen, maar schieten robots op mensen. Nou, daar gaan we het onder andere over hebben. Verliezen we nou allemaal onze baan aan de robot? Hoe erg is dat? Gebeurt het wel? Hoe snel gaat het? En natuurlijk moeten we dan, net als de Zwitsers ook gelukkig niet doen, meteen dan nu maar vast het basisinkomen invoeren. Want je weet maar nooit, straks heb ik geen werk meer. Nou, dat zijn allemaal onderwerpen die we gaan bespreken. We doen dat gelukkig niet alleen maar door met mij te luisteren, maar ook door een paar leuke filmpjes te bekijken. Die duren elke keer 10 seconden, 20 seconden, 30 seconden. Maar dat geeft u even reden om niet naar mijn glimmende bolletje te hoeven kijken. Laten we maar eens even beginnen met het onderscheid. In de zaal ook misschien. Bent u eigenlijk bang voor de robot? Er lijkt een soort schisma in de Nederlandse samenleving. Je hebt maar keuze uit twee. En dat zijn eigenlijk... Oh, dat is heel leuk dat ik dat heb gedaan. Ja, dat zijn eigenlijk deze twee. Robot is angst één, die leidt tot massawerkloosheid. Want ja, als de robot alles doet, waar moeten we dan nog werken? Tot inkomensongelijkheid, want natuurlijk de directeur van de robotfabriek is de enige die nog werk heeft en die verdient al het geld, het hele bruto binnenlands product. En daarmee leidt het tot ontwrichting van de maatschappij. Ik doe daar niet grappig over, want het zijn goed geanalyseerde artikelen die je erover leest. Maar er zijn tegelijkertijd is ook een andere stem. En die zegt, nee, als je alles kunt maken met robots, dan is eigenlijk alles gratis geworden. Dan heb je geen menselijke input meer nodig, wordt alles heel goedkoop. Dan is er dus einde aan de schaarste. Dat is de Star Trek-economie waarin er niet eens meer geld bestaat. Dan is iedereen gelukkig, behalve de econoom. Het is dan de enige die echt zijn baan verliest. Van, ja, die was nou eenmaal de bestudeerder van de schaarste. Dus nog mooiere bijvangst is dat er ook geen economen meer nodig zijn. Welvaart voor iedereen, want waarom zou je die gratis rijkdom niet netjes eerlijk verdelen en we hoeven allemaal nooit meer te werken. En het grappige is, als je goed kijkt naar krantartikelen of artikelen in tijdschriften, dan zijn er soms beide verhalen door elkaar gewoven. En dan lijkt het aan de ene kant dat het allemaal heel eng is, en aan de andere kant wordt schaarste opgeheven. Dus aan de ene kant raken we allemaal ons werk kwijt, aan de andere kant speelt geld geen rol meer. En dus, dat kan natuurlijk niet allebei, dus we moeten kiezen. Dus ik wil even horen van u moet kiezen. Ja, de middenweg is even geen, daar gaan we het de komende uur over hebben. Wat denkt u, als u moest kiezen, de robot zal leiden tot één of de robot zal leiden tot twee? Wie stemt er voor één? Ja, zonnetjes in huis. Wie stemt er voor twee? Oh, dat zijn er meer. Ja, nou, dan ben ik nu al een beetje geneigd om ook voor één te zijn. Oké. Dus zeg een derde van de zaal. Ik heb het schellinkje vergeten. U zit daar ook helemaal. Wat stemt u boven? Eén? Ja, die stemmen helemaal niet, zie je? Daarom zijn ze er ook boven gaan zitten. Of twee? Wie zegt twee? Ja, ook meer. Ja, daar ook nog helemaal boven? Kon je niet meer beneden zitten of zo? Nee? Oké. Nou, welkom. Leuk. Dus we hebben eigenlijk de keuze uit, hè, zo lijkt het in de discussie vaak, een robot is of de steler van onze banen, hyperefficiënt steelt hij onze banen, of het is de brenger van welvaart, hyperefficiënt gaat hij zorgen dat alles goedkoop wordt of misschien wel gratis. De werkelijkheid is, en daar gaan we de komende tijd een beetje naar kijken, is dat de robot geen dief is van onze banen, geen brenger van welvaart, maar een ploeteraar. Echt een onhandige, wat dat betreft is hij wel goed gekozen, een onhandige ploeteraar, waar heel veel mensen aan werken om ietsje beter te krijgen. En toen ik geïnteresseerd raakte in de robot als kapitaalgoed, als technologie, als investeringsobject in de economie, toen ging ik natuurlijk een beetje zoeken waar moet je dan naartoe om iets meer te leren van de robot. En een van de eerste plekken waar ik kwam, dat was op het voetbalveld. Ik ging met mijn twee zoontjes naar het WK robovoetbal, wat in dat jaar, dus al 2 jaar geleden denk ik, in Eindhoven werd gehouden. Met allemaal nerds die allemaal robovoetbal speelde. En u weet het, bij robovoetbal heb je een paar competities. Je hebt de robovoetbal die eigenlijk geen voetbal speelt. Dat is een omgekeerd emmertje wat heel slim kan rondrijden met een soort duwarmpje die de bal erin schiet. Nou, die doen het best wel aardig. Een soort gespecialiseerde voetbal- of handbalrobot of schepje-robot. Maar je hebt ook robots dat poppetjes zijn, hè, de robot die wij zelf bedenken. Universele robotjes, die ook worden geprogrammeerd om voetbal te spelen.
Nou, dit toernooi bestaat al vele jaren. Er wordt door de allerslimste mensen aan gewerkt. En we gaan even heel kort kijken naar welk stadium van voetbal inmiddels is bereikt. En het viel mij niet echt mee. Das wird jetzt eng. Beide müssen versuchen, ja, das Ding zu kriegen. Die HWK kann passen. Fast genau auf den Mann. Das ist ärgerlich. Wenige dit Zentimeter trennen da einen super genauen Pass. Jetzt die Chance Aktie der Verteidigung von den Bremen. Der hele Wedstrijd. Het is dus heel moeilijk, hè? Dit zijn echt goede robots met slimste mensen. Het is echt heel moeilijk. Nou, wanneer komt het moment dat de robot onze banen overnemen? Nou, laten we even kijken hoe dat ook kan, zeg maar. Dus je geeft een paas. Dat is een beste bal. Op van Persie. Ja, dat is zeg maar. Ja, 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 ja. Het is ook een beetje herinnering dit, hè? Dit was dus een toernooi waar wel mee mocht doen. Het lijkt niet op elkaar. Het is nog van een totaal andere orde. En dat wordt ook de boodschap vanavond. De robot komt eraan. Maar hij komt veel langzamer dan veel mensen denken. Dus we hebben tijd om ons voor te bereiden. Wat zien we? Dus wat gaan we doen? Even heel kort overzichtje. Deel 1, dus dat is voor de pauze. Ja, heel vervelend, maar we zitten toch een beetje met grote mensen hier. Eerst moeten we de boel definiëren. Dat heeft u op de universiteit ook geleerd of op school. Eerst goede definities. En bij de robot is dat extra belangrijk, want iedereen roept maar wat. En iedereen denkt maar dat hij weet wat een robot is. Vooral economen zijn er heel slecht in om over robots te praten zonder hem even gedefinieerd te hebben. Dan gaan we kijken naar werkloosheid door robots en de ongelijkheid in de economie. Tussen inkomen bijvoorbeeld of tussen opleidingsgroepen door robots. Akkoord? Begin even met een filmpje. Het hipste filmpje over robots dat een paar maanden geleden verscheen. Van Boston Dynamics. Moet je even kijken wat deze kan. Loopt door de sneeuw, kan ze evenwicht houden, kan pakjes optillen. Hè? Er zitten mensen van de HEMA in de zaal, heb ik begrepen. Nou, deze robot kan pakjes optillen, krijgt een duw, blijft staan. Evenwicht houden is buitengewoon knap. Dat is een Amerikaans bedrijf, eigendom van Google. Ja, je kunt wel heel erg aan pesten natuurlijk. Hij heeft die door, loopt hij rustig naar voren. Je kunt hem ook een rotzet geven en dan redt hij het niet. Dan valt hij toch om. Kijk, als de robots ooit in opstand komen en ons allemaal de nek afsnijden, dan weet u waar het begonnen is, hè? Iemand die met een stok tegen onze robot zat te duwen. Hij staat weer netjes op. Indrukwekkend, hè? Toch. Ja, dit is dus een filmpje, hè? En we weten helemaal niet hoe vaak ze dit wel niet geprobeerd hebben. De robot loopt door de sneeuw, valt 100 keer. Maar 1 keer laten we het zien. Hè? Van die filmpjes ook dat jongens continu vanaf het balkon van hun flatgebouw basketballen precies in het gaatje gooien. Nou, zijn ze toch weer een hele kerstvakantie mee bezig geweest waarschijnlijk. Dat kan hier ook zo zijn. Het grappige is, als je naar die robots kijkt, denk je aan de ene kant knap, onzagwekkend, maar je denkt ook een beetje eng, toch? Het is ook wel een beetje griezelig. En de grap is dat Google dat ook dacht. Dit bedrijf, Boston Dynamics, is een aantal jaar geleden door Google gekocht, want Google heeft zoveel geld, die kopen gewoon alles, in een soort project, een speciale project Google gestopt, waar alle hippe dingen, waar ook die auto wordt ontwikkeld en zo, daar is hij ingestopt. En na het zien van dit filmpje, maar waarschijnlijk was het besluit al eerder genomen, heeft Google besloten afscheid te nemen van Boston Dynamics. Dus het misschien wel hipste bedrijf van de wereld zegt, dit soort robots, die komen er niet. Wordt niks voor mij. En er zijn 2 verhalen doen er rond waarom ze dat gedaan hebben. Het eerste is, het is heel duur, het heeft nog geen enkele praktische toepassing. Een doosje optillen, who cares. Heel ingewikkeld, ze beginnen niet met klein, ze beginnen meteen met groot. Maar een andere reden is waarschijnlijk, maar dat zijn de geruchten in Amerika, is dat het te eng eruit ziet. En Google wil geen enge robots. Google wil lieve robots, schattige robots, knuffelige robots. Robots waar we niet bang voor zijn. Technologie moet niet eng zijn. En dan zie je al dat er verschillende scholen zijn. En dat we misschien zo'n robot op benen die door de sneeuw kan lopen, eigenlijk ook wel helemaal niet gaan krijgen. Omdat die eigenlijk wel helemaal niet zo praktisch is. En vooral een beetje griezelig is. Wie wil zo'n ding nou? Wat is een robot? Nou, een robot is toch zo'n mannetje, mechanisch mannetje, die misschien iets van zintuigen heeft, die interactie heeft met de omgeving, die in elk geval lijkt erop dat hij zelf zijn gedrag een beetje kan bepalen. En dat hij echt tegenaan botst, dat hij dan weer kan denken van, hé, ik ben echt eraan gebotst. Eigenlijk een soort mechanisch mensje, toch? Dat is wat ik in elk geval nog steeds bij een robot denk. Ja, er is gelukkig een International Federation of Robotics. En die heeft een definitie bepaald. En dat is ook een ISO-gecertificeerde definitie geworden. Dus dan weet je wel dat het goed zit. En dat is een hele andere definitie. De definitie is, een robot is een automatically controlled, reprogrammable, multipurpose manipulator, programmable in 3 or more axes. Dus een programmeerbare machine, programmeerbar met meer dan 3 assen. En als je ik heb het een aantal keer gevraagd aan mensen die investeren in robots, hè, die een bedrijf hebben, die robots gebruiken. Wat is een robot? Zeggen ze, oh, dat is iets wat geprogrammeerbaar is in 3 assen. Of 4.
Er is een beetje ruzie tussen of het nou 3 of 4 is. Geen idee, wat bedoelen ze? He, dat is toch niet het mannetje wat we denken, dat is toch niet het poppetje. Dat is niet het zelfdenkende, zintuigelijke ding. Maar dit is eigenlijk de robot zoals hij er is. Assen die je kunt programmeren. Als je die assen in knieën stopt, of die assen stop je in armen, dan lijkt het een poppetje. Maar als je die assen in bijvoorbeeld zo'n lasarm zet, dan is het gewoon een lasarm. Dus het hoeft er helemaal niet uit te zien als een mens, helemaal niet nodig. Het is programmeerbaar, multipurpose, dus voor meerdere doelen geschikt. En ja, het kan de omgeving manipuleren. Zintuigen bijvoorbeeld komen hier helemaal niet in voor. Vind ik een gemis. Ik zou in mijn definitie van een robot zou ik toch iets van zintuigelijke waarneming willen hebben. Anders lijkt het wel erg op een machine gewoon. Maar het gaat bij de echte robotbouwers en de robotgebruikers gaat het eigenlijk om programmeerbare assen. Dat zullen we straks nog wel verder zien. Dus dat betekent dat sommige dingen ook geen robot zijn. Laten we dat van het begin even afspreken, wat allemaal geen robot is. Vooral omdat economen gewend zijn om alles maar een robot te noemen, want het klinkt zo lekker hip. Dit is Watson, de slimste computer op dit moment. En dat wordt in economentaal vaak ook een beetje automatisering en robotisering. Dat is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Dus dit is geen robot, hè, vandaag, want hij heeft geen programmeerbare assen. Het lijkt nergens op. Hij is wel heel slim. En als je er misschien een robot aan koppelt, dan heb je misschien iets wat heel goed Noord-Koreanen kan beschieten. Maar het is niet een robot zelf. Een robot moet toch echt iets zijn wat in onze werkelijkheid de zaken manipuleert, niet in de computerwerkelijkheid. En is dit een robot? De zelfrijdende auto van Google? Ik vind het een beetje tussenin. Ja, het is misschien wel een robot in de zin van, hij heeft vast ook wel programmeerbare assen, die kun je er vast wel ergens in vinden. Het is ook wel iets wat, hij doet iets in onze werkelijkheid. Hè? Hij doet ook echt iets met, hij kan iets in onze wereld. Het is niet zoals bij de computer dat wij in de computerwereld moeten om iets te kunnen. Hij komt in onze wereld. Dus ja, ik geef hem misschien. Hier zie je trouwens ook precies wat Google aan het doen is, hè? Met robots en automatisering. Het moet lekker lullig lijken. En als ze hier een of andere bedmobiel van hadden gemaakt, had het natuurlijk net zo goed gekund. Dan hadden wij hem misschien een beetje eng gevonden. Dus we hebben een soort combinatie van, nou ja, de smurfen kopen een auto en oma Duk gaat erin rijden. Dat is een beetje het idee wat je daarbij hebt. In elk geval vind je hem niet eng. Je vindt hem willen meer een kusje geven dan dat je er bang van wordt. Heel slim van Google. En ook een reden dat ze misschien wel dit Boston Dynamics bedrijf hebben verkocht. Ja, misschien geen robot. Is dit dan een robot? Ja, toch? Het is een echte robot, zoals je hem je voorstelt. Dit is de robot, die heet Nao. Het is een robot die ik graag hier op het podium had gehad. Ik heb zelfs een bod gedaan op Nao een jaar geleden. Die wordt gemaakt in Frankrijk door het bedrijf Aldebaran. Wat gekocht is door een Japanse bank, Softbank. En samen proberen ze ja, een soort multipurpose, gezellig, vriendelijk huisrobotje voor ons te ontwikkelen. Je ziet hem ook al als zorgrobot tegenwoordig opduiken. Maar mind you, de filmpjes daarvan zijn meestal gemanipuleerd. De jongens die de zorgrobot willen introduceren, die laten hem eigenlijk veel meer doen dan hij eigenlijk kan. Dat wordt ook slim geknipt. En daar moet je eigenlijk ook niet alles van geloven. En er is zo'n filmpje waarbij een oud vrouwtje, dat was volgens mij bij Eén Vandaag of zo, in een bejaardentehuis zegt van, wil je de foto van mijn man zien? En dan laat ze zo de foto van de man zien aan dat robotje. En dan zegt hier het robotje zo van onder gefilmd en die zegt, ach, hoe is hij toch overleden? Nou, dat kan helemaal niet. Dat is niet mogelijk. Je kan helemaal geen foto herkennen. Dat is allemaal een beetje leugenachtig. En ik dacht, ik koop zo'n robot. En dan ga ik een robotcollege geven, samen met een robot. En dan gaan we kijken of de robot mijn baan kan inpikken. Nou, bijvoorbeeld door dit ding te bedienen, want dat kan hij vast beter dan ik tot nu toe heb gedaan. Of misschien zegt hij op een gegeven moment, nou, nu de volgende slide. Of hij doet er een stukje van. Ik heb toen gekeken wat die kost. Het is best duur nog, €8.000. Dan krijg je deze robot, maar hij heeft ook meerdere geprogrammeerbare assen, moet je maar denken. Eerst was het 16.000, hij is nu afgesprijsd voor 8.000. Ze hebben er wat meer gemaakt. Ik mocht hem ook kopen. Ik had ook bij een programmeur gevonden. Een man die vroeger bij TNO heeft gewerkt. Die programmeert die dingen. En vooral voor die zorgtoepassingen. Die wilde wel helpen. Hij heeft hem zelfs al een column van me laten voorlezen. Nou, dat was ik ook al van onder de indruk. En toen ging het opeens mis. En dat zegt iets over die sector. Ik kreeg hem niet. Want in elk geval, als ik iets mee wilde, bijvoorbeeld hem bij RTL laten zien, of hier op het podium zetten, dan moest ik eerst elke keer vooraf toestemming vragen aan de producent. Ja, en dan weet je als journalist wel ongeveer wat er aan de hand is, dan doet hij het nog niet echt. Ja. Ze wilden ook na afloop, als de opnames waren gemaakt, wilden ze dan nog kunnen zeggen, ja, die gaan niet door, die gaan we niet uitzenden. Nou, we hebben gelukkig in de journalistiek nog iets van ethiek en wat we wel en niet doen, en dat doen we dus niet. En toen heb ik hem maar niet gekocht. En onlangs was er een nieuwe robot, want natuurlijk de robots worden nagemaakt, die lijkt er heel erg op. En die heb ik wel gekocht. En daar hebben we een filmpje van hoe die eruit ziet. Introducing Alpha 2, the newest member of your family. Okay, Joyce, let's move to the next pose. Okay.
Het is altijd gezellig. With 20 joints replicating human motion, he's as flexible as a yogi. Good job, Joyce. Good job, Joyce. Alpha 2 is smarter than your smartphone. Rise and shine. And he makes a great tutor. Alpha, what's the word for orange juice in Spanish? Jugo de naranja. Jugo de naranja. Ja, het is allemaal zo gezellig. Maar het is echt heel droevig tijd dat wij nog geen robot in huis you're hebben. Cuter. Alpha 2 is like an in-home nurse. Iedereen or a veterinarian. Hey boy. De vader Alan, vindt hem leuk. Oliver is due for his flea medication. Thanks, Alpha. Yay. De hond Alpha 2 is the perfect office assistant. Ga even door, u snapt het wel, hè. Dit is de Alpha, de Alpha. Alpha 2. Ik heb hem gekocht. Je kon hem kopen via een crowdfundingssite in Amerika. $800, dus dat leek me wel goed. Allemaal Chinese jongens in San Francisco die dat ding hebben gebouwd. Hij zou in maart er zijn. In maart kreeg ik een mailtje dat het toch juni wordt. In juni heb ik een mailtje gekregen, daarom is hij er niet, dat het september wordt. En er zijn heel veel van dit soort leuke, gezellige robotjes als hondje of als soms als vaasje, dan kunnen ze niet eens echt lopen. Die lezen je e-mail voor en die vertellen je dat je hoeveel calorieën er in je croissantje zit. En de hele dag zijn die bezig met jouw leven makkelijk maken. U kunt er allemaal geld in steken op Kickstarter en dat soort sites. En ze komen allemaal nooit af. Er zijn een paar Nederlandse experts, die kopen ze allemaal, krijgen ze nooit. En als er een keer iets afkomt, dan doet hij het niet. Dus het blijkt gewoon heel moeilijk te zijn. Het is niet zo moeilijk om zo'n ding te bouwen. Het is wel moeilijk om zo'n ding te bouwen die het langer doet dan een week. En die ook ziet dat er een kleedje ligt. En dat hij niet overheen moet vallen, want dan gaat hij stuk. Ja, dus het is een robot in onze wereld is veel moeilijker dan wij in de computerwereld. En dat weten robotontwikkelaars al heel lang. Maar dat weten politici niet en dat weten economen vaak ook niet. Nou, u weet het nu wel. Dit is de robot. Dit is de enige relevante robot op dit moment. Namelijk de lasrobot. Dit is een van KUKA, de Duitse fabrikant. Die maakt de allerbeste eenarmige bandietenrobots die er bestaan. De industriële robot, vroeger alleen met een laskop. Tegenwoordig kun je er ook andere handjes of manipulatoren op zetten. Daar kun je er nog veel meer dingen mee doen. Dit is die jongen met de 3 of meer programmeerbare assen. Een pols en een elleboog en een schouder en misschien nog een romp. En dan heb je een robot. Heeft hij oogjes? Nee. Heeft hij gevoel? Nee. Ja, tenzij je een handje opsteekt met een sensortje. Dat kan tegenwoordig wel, dat is erbij gekomen. Kan hij een peer oppakken zonder hem kapot te knijpen. He, dus het komt allemaal wel langzamerhand. Maar dit is ongeveer het stadium waarin we ons bevinden. En dat is fantastisch. Kijk maar even naar dit clipje wat werd gemaakt door KUKA om reclame te maken voor hun nieuwste variant van hun robot. Vet, hè? Wist hij dat het kon? Wist hij niet, hè? Het kan ook niet. Nee. En dit is wat ze ons verkopen. Waarbij KUKA zegt, ja, maar je weet toch wel dat het niet kan? Dit hele filmpje is opgenomen. Je kunt de making-of op YouTube opzoeken zonder balletje. En later is dat balletje, dat kunnen we dan weer wel, is er heel goed ingemonteerd. Dus, dit is een professionele pingponger die leuk heeft meegespeeld, daar goed voor betaald is geworden. En iedereen die dat filmpje ziet, die denkt van jeetje, kunnen we dat al, zeg? Terwijl alle robotexperts zullen zeggen van nee, natuurlijk niet. Je ziet toch meteen dat dat niet kan? Hoe kom je erbij? Hij heeft niet eens ogen en hij slaat de bal goed. Ja. Maar zo zijn wij opgevoed, ook door de science fiction, maar ook door de verhalen en door Lodewijk Asscher, die we later nog even zullen tegenkomen. Die zegt van binnenkort hebben we technologische werkloosheid. Zo snel gaat het niet. Hoe snel gaat het dan wel? Nou, dit is op MIT. Dit is wel echt. Nou, best goed. Oh nee, ja, nou. Ach, ja, jammer. Nou, het is al best knap, toch? En de laatste variant, een maand geleden in Hannover op een grote beurs, werd deze, volgens mij een Japanse, omrom. Die is alweer wat beter. Die berekent precies hoe hard de bal aankomt en slaat hem even hard terug. Dat is ongeveer het trucje wat hij doet. Nou, dat ziet er toch al heel goed uit, toch? Maar volstrekt anders dan dat eerste nepclipje. Maar best wel aardig, dus zo moet je het zien. De robot is een ploeteraar. Hij kan minder goed tafeltennissen dan een kind van 4. Maar dat is eigenlijk al heel knap. Ja, dus dat is een wonder dat hij dat kan. Dus hij komt er wel, maar het gaat gewoon veel langzamer dan we denken. Het gaat ook langzamer dan we denken met de opkomst van de robot.
Wordt vaak, omdat economen, robots en computers nou helemaal door elkaar gooien, wordt vaak gezegd van ja, dat gaat allemaal zo snel met die automatisering. Dat is Moore's Law, hebben we elke zoveel maanden is weer een verdubbeling van de rekensnelheid van de computer. Dus binnenkort zijn we allemaal onze banen kwijt. Dat gaat ze allemaal heel erg snel. Voor de computer geldt dat. Er zijn ook heel veel administratieve banen verloren gegaan. Maar voor de robot gaat het eigenlijk wat langzamer. Ook in de snelheid waarmee dat ding wordt gebruikt in de industrie. Cijfers zijn moeilijk te vinden. Gelukkig is er de International Federation of Robotics in Duitsland. En die maken elk jaar een rapport over hoeveel robots zijn er nou verkocht door robotfabrikanten. En daar vragen ze dan €600 voor dat rapport. Dus ik heb dat er maar één keer ingestoken. Ja, voor u. Dank u wel. En daar komt dan dit uit. Aantal verkochte industriële robots wereldwijd. Nou, laatste rapport is 2015. Dus dan krijgen we de cijfers uit 2014. En zie je, dat is duidelijke toename van 69.000 naar 229.000 verkochte robots per jaar. Nou, mooi toch? Maar helemaal niet exponentieel. Of hé, je kun je gewoon een lineaal langs leggen, dan heb je een mooie rechte lijn. Dus het schiet wel op. Het moet wel even af en toe geen crisis zijn, want dan valt het weer even tegen. En je kunt ook bijvoorbeeld kijken naar hoeveel robots zijn er nou eigenlijk aan het werk op dit moment. Dat grafiekje is iets minder mooi. Maar ze staan vooral in Azië. Kijk, hier zie je het. Azië, Australië, dat is die rode balk. Dus er staan op dit moment zo'n 700.000 industriële robots. Dus van die eenarmige bandieten. Zijn er aan het werk voor ons in fabrieken in Azië. En dan nog eens een keer een kleine 400.000 zijn er aan het werk in Europa. In Amerika, ja, het is vooral de auto-industrie natuurlijk. Hebben ze er misschien wat minder. Hebben ze er op dit moment zo'n 200.000. Dus ook hier zie je, het gaat wel vooruit. Het schiet wel op. Er is een groei in. Maar het is niet dat het plotseling een take-off is geweest. Misschien komt die nog, maar die is er in ieder geval nu nog niet geweest. Kijk maar, als je het afzet, dat is misschien wel een betere, afzet ten opzichte van de totale investeringen in machines door bedrijven. Nou, dit wordt even een economisch stukje, hè? Nu gaan we grafieken doen en cijfers. Nou ben ik eigenlijk helemaal in mijn element. Hier zie je de verkoop van robots als percentage van de verkoop van alle machinegereedschappen, dus machines, zeg maar. Nou, dat neemt niet echt toe in aandeel. Het is niet plotseling dat de robot alle andere machines onnodig maakt. In Duitsland zie je een kleine groei hier. Nou, dat mag ook wel. Japan natuurlijk heeft al vroeg is die gaan investeren. Dus daar zie je ook, nou, is het lekker hoog. En Zuid-Korea, daar zijn ze ook wat. Het is een kleine toename van het aantal robots ten opzichte van het totale aantal investeringen in machines. Maar weer, ik zie geen... Dit is in geld. Kan ik gewoon zeggen, want je kunt het toch niet opzoeken. Ja, ja, dat is een goeie hoor. Ja. Ja, dat is een minnetje voor mij. Ik denk in geld. Ja, ik denk in geld. Dus de robot is goedkoper geworden misschien. Hebben we er misschien wat meer van. Ja, dat moet in geld zijn, want je kunt niet machines tellen. Dan heb je een grasmaaier gaan tellen en een boormachine. Nee, dat moet in geld zijn. Zit hier ook defensie in? Nee, daar komen we wel zo op. Dit zijn alleen industriële robots. Dus dit zijn robots die spullen maken. Niet de dienstenrobots die in defensie zijn. De drone bijvoorbeeld. Dat soort robots, die zitten hier niet in. Nou, daar heb je ze al. De dienstverlenende robots. Dat is een goede vraag, zeg. Dat staat toch helemaal in zijn kinderschoenen. Dus die industriële robot. Ik was laatst bij een robotproducent, of eigenlijk iemand die robots koopt uit Duitsland en die dan toepassingen voor bedenkt voor de industrie. En die heeft alle robots vanaf de jaren 60 van een bepaald type, heeft hij als een soort museumpje in zijn fabriekshal staan. En daar stonden dus ja, van die programmeerbare assenrobots uit de jaren 60 tot en met de allernieuwste nu. En als je een auto had neergezet uit de jaren 60 en de allernieuwste auto nu, had je een heel groot verschil gezien. Maar bij die robots eigenlijk niet zo heel erg. Ze waren veel goedkoper, ze waren veel sneller, ze hadden meer programmeerbare assen dan die eerste, hoera. Maar ze waren niet per se heel anders geworden. Dus het is, en dat zeggen ook de bouwers van robots, het is allemaal heel erg incrementeel. Het gebeurt, over 100 jaar ziet de wereld er anders uit, maar het gaat niet als een of andere raket de lucht in op dit moment. Voor de dienstverlenende robot geldt het eigenlijk ook. Heel veel toepassingen worden bedacht, maar eigenlijk zijn ze er nog nauwelijks. Er is ook elk jaar een rapport over de dienstverlenende robot van hetzelfde robotonderzoeksbureautje. En dan moet je weer €600 betalen om die te krijgen. Dus die heb ik dit jaar niet gekocht, maar vorig jaar wel. En dan zie je het aantal verkochte professionele robots in duizenden dus, hè, wereldwijd. Ja, dat stelt nog allemaal niets voor. Dat gaat om een paar duizend eigenlijk per jaar. Waarbij de meeste in de defensie zitten inderdaad. Zeg maar, dat zijn de drones vooral.
killer robots in de lucht. In de landbouw, zullen we later nog een filmpje van zien. Vooral in de melkveehouderij natuurlijk, waar de robot al flink is opgerukt. Dan heb je wat in de logistiek, het nieuwe magazijn van Amazon. Kun je ook wel helemaal gerobotiseerd noemen. Daar rijden ook die kasten rijden zelf rond. Medisch natuurlijk, voor de hele nauwkeurige operaties gebruiken ze ook robottools. Nou, en dan heb je nog wat robots die in riolen kruipen om te kijken of er een gaatje zit of zo. Maar het stelt allemaal nog helemaal niet zo heel erg veel voor. De grap is wel, als je kijkt wie er nou die robots bouwt, daar is ook gegevens over, dan zie je dat vooral in Europa de landbouwrobot gemaakt wordt. De enige kanttekening is dat dit een rapport is van een Duitse instelling. Dus je zou je kunnen voorstellen dat hij die Aziatische robotsbouwers wat onderschat. Maar ik vond het opvallend, ik wil het toch graag even laten zien, dat Europa best wel goed is in het bouwen van robots. En later zullen we zien dat Nederland met name heel goed is in het bouwen van landbouwrobots. En in defensierobots, ja, daar zijn de Amerikanen ook goed. Die hebben dit ding uitgevonden. Die hebben ze ook steeds nodig om op de Taliban te jagen. Nou, toch? Leuk? Dienstenrobot? Informatief? Waarom gaat het dan zo langzaam? Nou, zijn robots nog te duur? Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk is het al als bedrijf is het eigenlijk al heel zinvol om te investeren in een robot. Als hij dat doet en als hij goed toepasbaar is. Ook in de Nederlandse maakindustrie. In Duitsland, maar het zal in Nederland niet veel anders zijn, betaal je aan totale arbeidskosten €40 per uur gemiddeld. En een robot kost 6. Je ziet ook zelfs in China wordt de robot al goedkoper dan de arbeider. En China is ook dan het land waar op dit moment verreweg de meeste nieuwe robots naartoe gaan. Want die hebben het wel door dat ze langzamerhand hun lage lonenvoordeel wat aan het kwijtraken zijn. En dat ze meteen door moeten naar mechanisatie van hun productie. Maar in Nederland en Duitsland, ja, het komt niet van de grond. Ook omdat het bij de bedrijven niet echt gekend is. Dat het vaak ingewikkeld is om te implementeren. Maar het kostenvoordeel is er in elk geval in veel gevallen wel al. Het is heel generaliserend natuurlijk. Het zal voor elke sector anders zijn. Maar hij gaat wel komen, want het is niet dat hij te duur is op dit moment. Wat is dan het probleem? Ja, er zijn eigenlijk twee problemen. Technische problemen en economische problemen. Laten we even kijken naar de technische problemen. Hier trouwens, we hebben straks nog even een filmpje van tussendoor, als het even saai wordt. Van zo'n leuke springrobot. Ook heel nuttig als je een robot nodig hebt die kan springen. Wat zijn de technische horders? Nou, de belangrijkste technische horder als je met ontwikkelaars van die robots praat is, de robot moet in onze wereld kunnen opereren. En dat is heel moeilijk. In het laboratorium doet hij het altijd wel. Maar als je hem dan op de werkvloer zet, of in een huis, of op het land, en dan struikelt hij en dan kan hij niet meer opstaan, of hij gaat stuk, of hij roest. Of het is veel ingewikkelder en er lopen mensen omheen en hij moet de poes niet doodmaken. Dat zou ook een voordeel zijn. En dat is echt heel erg ingewikkeld. Dus wij kunnen heel goed, ik zei het al eerder, wij in de computerwereld gaat heel goed. Dan moeten wij ons aanpassen aan de digitale wereld. Maar de digitale wereld bij ons, in een robot, dat is veel moeilijker. Dus dat kost echt ontzettend veel gedoe om dat allemaal goed te krijgen. Ten tweede, eigenlijk wil je een toch iets nabouwen waar de natuur toch ook een paar miljoen jaar over heeft gedaan. Een vingerkootje bijvoorbeeld. Ongelooflijk moeilijk. Het moet elke keer maar kleiner en kleiner en kleiner. Dan gaat het weer stuk. Dan kan het niet iets wat toen de groter was nog wel kon. Dus dit is echt het gepruts in de laboratoria om al die componenten te bouwen en te testen en te maken. Het is heel anders dan bij een chip. ASML spuugt een nieuwe chipmachine uit, dus er komen nieuwe chips uit Azië, dus Apple heeft weer een nieuwe iPhone. Zo kan ik het ook, dat is makkelijk. Maar allemaal dat gepruts en gedoe, ja, daar worden die professoren op die technische universiteit ook helemaal gestoord van. Het is echt heel moeilijk om een betrouwbare, kleine mechaniekjes te maken. De zintuigen is nog heel erg lastig, zeker als je hem wil laten concurreren met mensen. Mensen zijn natuurlijk heel goed in zintuigen hebben. Dat kunnen wij buitengewoon goed. Onze tastzin, onze ogen, onze oren. Het is allemaal heel erg knap en allemaal heel knap ook aangesloten op onze interne computer. We hoeven niet eens bij na te denken en we kunnen onze zintuigen gebruiken. Ook dat staat nog in de kinderschoenen. Een peertje pakken lukt nu net. Maar ik zou mijn kind er niet, als je een baby krijgt, zou ik niet door een robot laten oppakken voor de zekerheid. Die peer gaat ook wel eens een keer kapot. En heel belangrijk, en daar zijn ze nog helemaal niet ver in, gij zult niet doden. Een robot op de werkvloer, daar staat altijd een hek omheen. En daar mag je als mens eigenlijk niet bij. En er zijn nu pas de eerste pogingen worden gedaan om de robot te laten samenwerken met de mens. Bijvoorbeeld de was opvouwen. Zou het nou niet fijn zijn als een robot de was kon opvouwen? In elk geval in een grote wasserette de was kan opvouwen. Ja, dan moet je een robot neerzetten, maar die kan dan het simpele werk doen. Maar op het eind moet even iemand dat nog pakken, of het t-shirtje wat net een beetje raar uit de was gekomen is, en dat zelf even doen. Dus dan moet eigenlijk een mens samen met de robot dat aan het doen zijn. Als je dat nu doet, dan gaat de mens misschien dood. Want de robot die doet iets raars en de kop ligt eraf.
En dat is een heel groot probleem. En dan mag je ook helemaal niet samenwerken met een robot. Dat mag niet van de Arbodienst. Dus interactie met mensen, zorgen dat je een betrouwbare robot maakt. Een hond die nooit een keer vals wordt. Dat is zo'n robot, moet je zien te bouwen. Daar zijn ze nu mee bezig, maar dat gaat ook nog heel erg langzaam. En dan uiteindelijk is de utopie, dat, en dan pas doet hij het echt goed op de werkvloer, dat ook via internet, hè, via netwerken op de werkvloer, al die robots ook continu met elkaar samen afstemmen wat er nodig is. En samen gaan werken. En dan pas kun je hem echt, hè, dat doen mensen ook immers op de werkvloer, dan pas kun je hem echt als een vervanging zien. Nou, laten we de springding maar even kijken dan. Het is van MIT in Amerika. Dit buitengewoon, buitengewone combinatie van nutteloos en knap, zeg maar. Nou, hij is wel mooi, hè? Hij ziet zelf dat obstakel. Dat hoeft ook niet op dezelfde plek te staan. En hij springt er overheen. Dat is vertraagd, hè? Dat snapt u wel, een stukje. Anders kon hij ook nog vliegen. Ja, geweldig. Zo had Boston Dynamics, dat bedrijf waar we hem in het begin het over hadden, had ook een robot ontwikkeld voor het Amerikaanse leger. Dus niet een drone, maar echt een robot. Een robot zoals dit eigenlijk, met vier poten, maar dan nog vele malen groter. En die kon dan als de mariniers, zeg maar, door de rijstvelden in Vietnam of zo, stel ik me dan zo voor, met hun geweer moesten lopen. Dan moesten ze al die spullen sjouwen. Dan had je dus een soort lastdierrobot bij je. En die volgde je zelf en die keek zelf uit of je niet in het moeras trapte. En ja, dat was een geweldig idee. Dan kon je nog meer wapens op die robot doen, zodat je nog meer mensen kon doodschieten. Nou, dat is echt een hele nuttige toepassing van een robot. Ze hebben hem heel lang geprobeerd. Het Amerikaanse leger heeft hem gebruikt. En ja, ten eerste, hij ging niet op elektriciteit, hij ging op diesel. Want ja, het is een beetje lastig om elektriciteit, moet je steeds opladen in het veld. Dus dat maakte al behoorlijk veel herrie. Maar ook dat gestamp en gesnuif en gesoef van al die cilinders die daarin zaten. En al die pneumatische dingen. Het was een totale herrie. Dus stel je voor, dan ben je als een Amerikaanse GI, loop je zo heel zachtjes door het rijstveld. En dan komt dan je hobbypaard erachteraan. En die start even de diesel op. Dus daar hebben ze van besloten het niet meer te gebruiken. En dat project is afgeblazen en die wordt niet gebruikt. Ik ben positief over de robot, hoor. Maar er gaan dus heel veel dingen. Er blijken gewoon helemaal niet zo handig te zijn en helemaal niet te kunnen. Dat gaat ook economisch. Er zijn grote economische belemmeringen bij een snelle introductie, ook van robots in Nederland, die al nuttig zouden zijn op de werkvloer. Dus simpele robots die bijvoorbeeld in de bakkerijen, waarin je grote platen met broodjes in de oven moet zetten. Nou, dat doen vaak Nederlanders niet. Daar hebben wij echt gastarbeiders gebruiken we daar. Of zo heette dat vroeger. Roemenen die dat doen. Heel zwaar werk om dat allemaal in die oven te schuiven. Kan een robot ook. Wordt ook al gedaan. Maar het gaat wel heel langzaam. Waarom gaat dat langzaam? Er zijn gewoon economische belemmeringen op dit gebied. Bijvoorbeeld, robots investeren, dat kost geld. Implementeren kost veel geld. De innovatie aan zich kost veel geld om het goed te krijgen op je werkvloer. Dus dat is eigenlijk alleen maar iets voor hele grote bakkerijen. Dus eigenlijk voordat je de robot invoert, of tijdens dat je de robot invoert, krijg je een consolidatieslag. Kleine bedrijven zullen worden opgefroten door grote bedrijven. Dus minder kleine bedrijven, een paar hele grote bedrijven die investering kunnen doen. Nou, dat kost tijd. Dan moeten eerst allemaal familiebedrijven moeten besluiten dat ze inderdaad maar hun eigendom verkopen aan de grote broer. En ja, die schaalvergroting is echt nodig tijdens, maar misschien zelfs wel voordat je kunt beginnen met serieuze robotisering. Het is heel kapitaalintensief, dus je moet ook gewoon kapitaal hebben. Zeker in de huidige tijd. Het is best lastig om naar de bank te gaan en zeggen, doe mij wat geld, want ik heb een ideetje met een robot. Dat krijg je niet meteen. En ja, als je er goed over nadenkt, wat vroeger een lopende uitgave was, namelijk salaris, loon uitbetalen, wordt nu eigenlijk een investering. Het vergt een hele andere opzet van je bedrijf. Heel ander omgaan met je cashflow van je bedrijf. Hoe liquide ben je dan nog? En om het simpel te zeggen, een robot, die kun je wel in dienst nemen, maar die wil zijn levenslange inkomen graag vooraf ontvangen. Of beter, het baasje van de robot wil dat ontvangen. De robotfabriek. Dus een robot kun je voor een ton kopen. En dan ben je daarna helemaal klaar. Hoef je niet meer allemaal salaris te betalen. Maar die ton moet je wel upfront eventjes betalen. Er zijn natuurlijk mogelijkheden dat je robots gaat leasen. Dat doen de slimme fabrikanten ook al. Maar dit is eigenlijk wel het fundamentele probleem. Dus, nou, dat is allemaal heel negatief. Ik sta een beetje te zweten. Dat vindt u niet heel erg. Dat doet Joep van het Hek ook altijd. Dat komt omdat we nou helemaal in een hip theater staan. Het is allemaal een beetje negatief. Er zijn ook mensen, en daar wil ik u graag op wijzen, want ik heb zeker niet de wijsheid in pacht, die denken dat dit allemaal kwatsch was, wat ik zei. Dat inderdaad het nu allemaal wel langzaam gaat, maar dat we bijna op het punt zijn dat het heel snel gaat. En er zijn bijvoorbeeld mensen van de Singularity University, die schrijven allemaal boeken aan elkaar, waarin ze zeggen van binnenkort gaat het gebeuren. Dan is de computer snel genoeg, is de robot goed genoeg, hebben we nog een 3D-printer bij die ook een of andere rol speelt. En dan komt dat allemaal samen en dan zijn we op een plek gekomen in onze geschiedenis. En dat is een heel belangrijk moment, het singulariteitsmoment waarop de robot
of de machine net zo slim is en daarna slimmer dan de mens. En dan zijn wij plotseling niet meer het dominante soort, maar dan is de robot de dominante soort. Nou, heel interessant, je kunt er op de universiteit ook van allerlei dingen van leren. Dus doe dat vooral als je dat aanspreekt. Ik denk eerst zien, dan geloven. Robots worden snel toegankelijker, betrouwbaarder en goedkoper. Ze zijn snel, ze worden nooit ziek, ze werken 24 uur per dag. Ze vragen niet om loonsverhogingen, ze worden niet vertegenwoordigd door vakbonden, ze staken niet. Voor een aanzienlijk deel van de banen zijn ze daardoor in staat om werknemers te vervangen. Hé, Gert. Ja, dan krijg je dit natuurlijk. Hè? De eerste demonstratie tegen robots is al geweest, een serieuze demonstratie in Californië. Stop de robot. People, not your robots. Dat is geweldig, die wilde gewoon de eerste zijn, denk ik, die tegen de robot demonstreerde. En dat is ook gelukt. Hoe zit het met die banen? Laten we eens even kijken hoe het zit met die robotbanen. Ja, heel weinig onderzoek naar gedaan, maar er zijn wel een aantal papers. Bijvoorbeeld dit, hè, dat ziet er meteen saaier uit als je een onderzoekspaper laat zien. Robots at Work, van een jaar of twee geleden. Die kijken naar 17 landen, 14 sectoren, volgen ze 14 jaar. En die kijken dan de mate waarin arbeid geautomatiseerd is, met name door robots. Wat levert dat nou op voor de mens? Neemt de werkloosheid toe? Wat gebeurt er met de productiviteit? Nou, ze zien gewoon ongeveer een derde procentpunt groei extra per jaar, gemiddeld gesproken, in de landen die de robot snel omarmd hebben. Dus dat is goed, hè? Dat verwacht je ook eigenlijk wel. Ze zien ook hogere lonen, want productievere mensen die samenwerken met de robot, voor zover dat kan, leidt tot hogere lonen. Dus dat wordt wel degelijk eerlijk verdeeld. En ze zien ook geen baanverlies, mogelijk wel een verschuiving van lager opgeleide banen die een beetje verdwijnen en wat meer hoger opgeleide banen. Maar tot nu toe in elk geval, maar goed, de robotrevolutie staat ook in zijn kinderschoenen, zien ze echt nog geen, er is enkele aanwijzing om te denken dat het helemaal aan het misgaan is. En dan wil ik graag even met u een stapje terug doen in de tijd, om te kijken hoe dat komt. Laten we eens even naar 1593 gaan, goed? Weet u wie dat is? Zijn de echte helden, zeg het maar. Nee, niet Leegwater. Hij lijkt er wel op. In zijn tijd. Dit is, het staat hierboven, Cornelis, zoon van Uitgeest. Dat klinkt mooi, hè? Kennen we niet, hè? Nou, hij heet ook eigenlijk Krelis. Maar toen hij eenmaal rijk was, besloot hij dat hij toch beter Cornelis, zoon van Uitgeest kon heten. Krelis Lootjes, zijn schoonvader was molenaar. Die maalde graan. En die had een uitvinding. En dat was deze uitvinding. Een patent. Net voor het begin van de Gouden Eeuw, of eigenlijk zo'n beetje op het moment dat begon. De houtzaagmolen. Eigenlijk niet de houtzaagmolen, maar eigenlijk iets wat, ja, het is ook een beetje vaag, het is niet eens echt goed gelukt. Maar hij vond de krukas uit. He, dus dat je van een ronddraaiende beweging een op- en neergaande beweging maakt. Nou ja, hij vond het niet uit, de Turken hadden het al eerder uitgevonden, maar hij vond het opnieuw uit. He, dus, nou, oké, laten we hem Krelis noemen, dan is het allemaal best wel heel knap toch, dat hij dat heeft gedaan. Maar hij vond eigenlijk de zaagmolen uit in Nederland. Nou, dat is een feest natuurlijk. Dan hoef je niet meer met je hand te zagen. Dan kun je voortaan met de zaagmolen zagen. Goed idee, molens hadden we toch al. Zij bouwden hier ergens, ja, bovenaan bij zijn schoonvader mocht hij een proeffabriekje bouwen. En die heeft hij even later verkocht. En dat vond iedereen leuk, behalve dan de vrienden van Lodewijk Asscher in Amsterdam. Het Amsterdamse handzagersgilde, dat bestond. En die vonden dit een goed idee, ja. Ja, hij wel, maar hij natuurlijk iets minder, die onderste. Die zaagden zo de planken voor de VOC-vloot uit eiken. En die kwamen in opstand. Wat nou zaagmolen? Dat kost onze banen, technologische werkloosheid. En die stapte naar een van de drie burgemeesters, want zo goed was Amsterdam toen georganiseerd, een soort Brussel. Een van de drie burgemeesters zeiden, verbied de zaagmolen. Het gilde was natuurlijk invloedrijk. Dus wat deed Amsterdam? Een verbod op de zaagmolen. En Amsterdam heeft tientallen jaren een verbod gehad op het mechanisch zagen van hout. De handzaagschilder was tevreden. This is a pit saw. This is what they would have used before the windmill before it was automated. So right there, this is what the way they would have had to have ripped lumber before. As the crankshaft turns, so it's just like a crank, just like on a car engine. Het is allemaal behoorlijk briljant. We kunnen het nog bewonderen op de zaterschap. En niet in Amsterdam, maar wel in Zaandam. Want wat deden de slimme Amsterdammers? So here is the original. Die begonnen natuurlijk een zaagmolenproject in de Zaanstreek. Laten we even doorgaan. Hier, daar staat er nog, je kunt hem nog gewoon zien. En hier zie je het aantal molens. En elk zwart stipje is een zaagmolen aan de Zaan. Een paar jaar later. Er werd goed geïnvesteerd in die tijd.
En hier zie je ook het aantal zaagmolens, zo vanaf 1600. Dus Excel is dit uit de 17e eeuw, hè? Dat ziet u. Lekker omhoog gaan en weer naar beneden. En Amsterdam had geen zaagmolens. En hadden de handzagersgilde mensen werk? Nee, natuurlijk niet. Niemand zaagde meer met de hand. Dat is de les, ook voor eigenlijk elk moment van technologische ontwikkeling. Bijvoorbeeld dit, uit 1936. Een waarschuwing in de Amerikaanse krant. Wat is de era of plenty for labor? Overschot aan arbeid. Met hier technological unemployment die we gaan krijgen. Omdat de technologie veel te snel gaat en de economie kan het niet bijhouden. 1936. Dit is 2016. FNV schreef een stuk in de Volkskrant. Robot dwingt tot basisinkomen. Laten we het voor zijn. Binnenkort heeft niemand meer werk. Laten we de poen nu alvast verdelen in het basisinkomen. Want die robot gaat er komen. Maar hetzelfde werd gezegd in, wat was het, 1967 in Amerika. Door 35 economen en topwetenschappers. Die zeiden, we hebben guaranteed pay nodig. Want we hebben straks geen werk meer. Want de robot komt eraan. Dat was een groep die heette de Ad Hoc Committee of the Triple Revolution. Nou, klinkt ook wel stoer. En die zeiden, the combination of the computer and the automated self-regulating machine zorgt ervoor dat niemand meer werk heeft. Het is een brief aan Lyndon B. Johnson in 1964. Ik zat er nog 3 jaar naast. Ik zeg niet dat het deze keer niet gaat gebeuren, maar het is in elk geval een hobby geweest van alle tijden om te beweren dat binnenkort al het werk verdwijnt en dat we voor die tijd maar gauw iedereen gratis geld kunnen gaan uitdelen, want anders krijg je een opstand. Ik denk nou dat we op minst die volgorde moeten omdraaien. Dus eerst de robot en dan misschien het basisinkomen, als je dat überhaupt al wil. En tenslotte, dan stop ik hoor, echt waar. Gaat u een lekker kopje koffie drinken? Of nadenken over al uw zonden. Waar zijn alle werkloze boerenknechten? Dat wil ik nog even laten zien. Net als die handzagers is het toch ook wel opmerkelijk dat we zo weinig protesten hebben van boerenknechten. Ik ben laatst weer langsgereden langs Malieveld, stonden weer geen demonstrerende boerenknechten. En terwijl het toch wel heel, dit is een Amerikaans plaatje, moet je eens even kijken. In 1850 was de helft van iedereen die werkte in het landbouw. Er kwam mechanisatie op gang, overal in de economie. En nu is het nog maar 1%. In die tijd zouden ze gedacht hebben, we krijgen heel veel werkloze boerenknechten. Daar moeten we iets mee doen, daar moeten we iets voor doen. Maar het wonder van de economie, als je maar tijd hebt, hè, dus daarom moet het niet te snel gaan, als je tijd hebt, zorgt voor nieuwe behoeftes, nieuwe mogelijkheden, nieuwe opleidingen, slimmere mensen, nieuwe producten en diensten. En ja, dit is waar het allemaal is, zijn ze allemaal gaan werken. White collar workers zijn ze allemaal geworden, zeg maar ambtenaren in Den Haag. Nou, wat is er nou mooier dan dat? Oké, tenslotte, concluderend. Robot is revolutionair. Het gaat tot nu toe langzaam. Er moet echt iets veranderen om het heel snel te laten gaan. Die werkloosheid zijn we altijd bang voor geweest. Maar als we de belastinggrondslag goed krijgen, dus zorgen dat we niet allemaal naar Panama kunnen vluchten, dan hebben we waarschijnlijk de tijd, als we ook nog wat aan opleidingen doen, hè, onderwijs is heel belangrijk, de tijd om ons gewoon netjes voor te bereiden, zoals we in het verleden ook altijd hebben gedaan. En dan lijkt het meer een, om het cliché te zeggen, een kans dan een probleem. En dat is het idee, hè, dan doet Nederland soms toch nog wel iets goed. Komt zelfs af en toe wel iets goeds uit Den Haag, eerlijk waar. Maar ook zelfs bij het ministerie van Economische Zaken. Wie zit er allemaal van het ministerie van Economische Zaken in de zaal? Ja, daar zitten ze, ja. Je moet verstraft 1000 keer smart industrie schrijven, hè, van de minister. Ja. Dat is een beetje nu het buzzwoord, is dat. Komt ook bij de werkgevers vandaan, bij de FME. Onze industrie, waar we goed in zijn, die moeten we zien te automatiseren. Gewoon niet alleen maar omdat het mensen scheelt, maar omdat het een veel betere fabrieken oplevert. Die veel beter kunnen doen wat de klant wil. Veel efficiënter kunnen omgaan, bijvoorbeeld met ijzer. Doordat ze dat helemaal geautomatiseerd hebben, blijft er ook veel minder restmateriaal over. Want je kunt de ene order kun je in de andere zetten. En meneer Van Zorgen die loopt altijd langs zijn afvalbakken. En dan zegt hij, ik wil altijd de bodem kunnen zien. Dus daar gaan al die resten in. Maar het moet zoveel lucht in zitten in die resten, dat hij altijd de bodem kan zien van de afvalbak. Dat is voor hem een teken dat ze weinig verspillen. Nou, en dat is wat toch wel een project waar we iets meer aan mogen trekken. Jullie doen je best hoor, ik vind het allemaal wel heel goed hoor. Maar die andere ministeries dan ook en de Nederlandse industrie ook. En daar hoort bij en dan ben ik klaar en dan mag u eindelijk of weg of vragen stellen of die andere twee mensen gaan opzoeken wat ze eigenlijk aan het doen zijn op dit moment. Het begint dan toch, het is cliché hoor, maar het begint echt bij beter onderwijs om kinderen op te leiden voor die nieuwe industrie. We kunnen wel zeggen, we hebben alle tijd, want de robot komt maar langzaam. We mogen nog even erover doen. We kunnen er nog even uitzitten. Maar die tijd moeten we echt benutten om aan onze kennis over die nieuwe
arbeidsmarkt te werken. En ja, dit is dan wel dat suffe robotje wat ik niet eens mocht laten zien. Maar die mogen ze blijkbaar op school wel gebruiken. En dit, ja, ik doe hem even opnieuw hoor. Dit is de robot die u allemaal wil hebben. Die kunt u wel kopen, daarmee sluit ik af. Want u ziet, het begint alweer behoorlijk te stromen. Deze robot, ik heb hem nog niet gekocht. Maar als u dit heeft gezien, wil u ook een robot. Dit is de robot, die kan heel netjes schrijven. En die kunt u gewoon al op internet kopen. Zullen we daar nog even naar kijken? Zo heet die, geloof ik. Ik heb geen aandelen. Gaaf, hè? Ja, dit vind ik alweer niks. Het kost geloof ik een paar honderd dollar of zo. Daar heb je hem al. Zo, die zit. Die kopen we. Dank u wel. Goed, voordat we naar de vragen gaan uit de zaal. We staan hier natuurlijk op een paar honderd meter van ons parlement. Twee weken geleden was er een hoorzitting, een heel deel debat over de robotisering. De VVD opende die dag eigenlijk met, als je te afwachtend, hè, staat er, het duurt allemaal te lang, het kabinet handelt niet snel genoeg. Ik vind dat Asscher er ook helemaal niks mee te maken heeft. Want die is er pas als het misgaat eigenlijk, als je van sociale zaken, om de krullen op te ruimen, als de handzaag. Industrie een beetje in leven te houden misschien, de overgang te versoepelen. Ik vind dat het echt een zaak van economische zaken. Maar het is vooral een zaak van de Nederlandse industrie. Dus als je er iets aan kan doen dat de prikkels beter worden via andere sociale premies en zo, misschien dat zou helpen. Maar dit is echt iets waar we onze industrie in moeten gaan pushen. Ja, dus vooral Kamp moet meer meets maken. Maar als we dan naar het kabinet kijken. Kijk, economische zaken, dat moet je hier de jongens vertellen, maar is natuurlijk ook niet echt een heel erg machtsfactor meer in Den Haag. Ja, dit komt, het is allemaal heel goed. En echt, we staan aan de goede kant hoor. Echt, u zit in het goede team. Maar het is wel een klein team. Dus die hebben ook niet heel grote budgetten. En ik denk ook niet dat de overheid, dat het echt over de overheid gaat. Dit gaat echt over het bedrijfsleven. Die moeten het doen. Overheid, eigenlijk meer onderwijs. Die moet het eigenlijk eerder doen dan Asscher. Oké, nou, daar kwam ook nog dit uit voor. Want GroenLinks heeft voorgesteld dat er dus voor bedrijven die te veel meters maken qua robotisering, dat daar een belasting voor moet komen. Ja, dat was echt. Asscher ziet er weinig in. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, dan ben ik het op het eind van de dag helemaal nog eens met Asscher. Dus dat is ook wel mooi om het cirkeltje rond te krijgen. Daarom. Ja, nee, dat is dat een belasting op robots, omdat die arbeid zouden uitsluiten. En dus eigenlijk de maatschappij een disservice geven wat we weg moeten belasten. Ja, dat hadden zelfs de handzagersgilde had dat niet kunnen bedenken. Dat is nou precies doen wat je niet moet doen. Je hoeft van mij niet heel blij te zijn dat de robot komt. Misschien vond je het hartstikke leuk toen er nog geen robot kwam. Maar hij komt. Hij komt in België en in Denemarken en in Amerika en in Engeland en overal om ons heen en overal in de wereld. Om dan te zeggen, nou laten wij nou eens gaan kijken of we met belastingmaatregelen de opkomst van iets wat al die andere landen wel gaan doen kunnen tegenhouden. Het lijkt mij echt een fantastische manier om je economie in de soep te laten draaien. Ja, dus ik ben voor. Niet voor. Nee, precies. Ja, eens met Asje. Is er voldoende robotkennis in de Tweede Kamer? Dat hoeft toch niet. Hoeft het niet? Nee. Maar dan krijg je dit soort dingen. Ja, maar die moet. Ja, goed. Ja, dat is echt droevig, ja. Nee, er is te weinig economische kennis in de Tweede Kamer misschien. Maar ik denk toch dat wat de Nederlandse politiek ook voor sprongetjes maakt op dit dossier, zoals ze het zelf zullen noemen, dat maakt niet zo heel erg veel uit. Ik denk dat dit zijn krachten die van buiten komen. Wat wij ook voor dansjes doen. Over 30 jaar ziet gewoon de industrie er volledig anders uit. En dan maakt het wel wat uit of wij nou een groot deel hebben of een klein deel. Maar het gaat er wel allemaal van buiten komen. Okay. Goed. We hadden nog voorgesteld dat ik hem zou gooien en dat jij hem in de zaal zou schieten, maar dat mocht niet. Precies. Nee. Dus wie wil de eerste vraag stellen? Ja, dat is heel flauw, die is er heel dichtbij, ja. Gooi hem heel hard! Kijk de hele avond naar uit. Ja, hij mag wel een vraag stellen, toch? Dus dan, je moet straks helemaal naar achteren. Hij moet naar het balkon. Daar gaan we.
Ik kan een vraag. Nou, ga even opstaan. Ja. En je moet in dat zwarte ding praten, anders doet hij het niet. En het is inderdaad ook nog goed. En je moet hem inderdaad een beetje zo bij je mond houden, toch wel. Is het denk ik wel verstandig. Zo. Ja, ja, precies. En we hadden bedacht, we hebben nu een kwartier ook met Matthijs besproken. Korte vragen en dan korte antwoorden. Dan kunnen er heel veel vragen worden gesteld. Super ja, ik had een vraag omtrent de basisinkomen. Volgens mij vind jij dat geen goed idee. En de vraag is, waarom niet? Okay, nou, in het context van de robotdiscussie vind ik het heel prematuur. Dus het geld al verdelen terwijl die robot er nog helemaal niet is. Dus dat vind ik echt een dwaas om daar nu al over te beginnen. Maar in zijn algemeenheid vind ik het een heel slecht idee, omdat je volgens mij heel veel geldverspilling krijgt van een basisinkomen. Of je maakt hem hoog, zodat je alleen mensen dat inkomen ook geeft die het helemaal niet nodig hebben. He, dus dat is echt zonde. Je kunt altijd een sociaal stelsel nabouwen wat die verspilling niet heeft, waarbij je het niet ook geeft aan mensen die het niet nodig hebben. En of je maakt hem te laag. Net zoals veel voorstellen van basisinkomen is er dan 1000 of 1200 euro of zo. Ja, ook voor die bijstandmoeder met 6 kinderen. Dus voor je het weet, en laat dat maar aan Den Haag over, komen er weer allerlei toeslagen en subsidies bij, waarbij toch ook weer een controle nodig is als ze echt wel 6 kinderen heeft. Dan is het idee eigenlijk alweer verloren. Dus ik vind het een, dit moest kort antwoord geven. Ik vind het een heel leuk idee voor bij de open haard, voor een gesprek met economen. En we gaan het nooit doen. Er zijn wel landen die het wel doen. Nee. Nou, een Scandinavisch land volgens mij. Nou, in Finland hebben ze het een beetje over. En de Zwitsers hebben het net weggestemd. En ik geloof dat er een uithoekje is in Canada waar ze het ook ooit geprobeerd hebben. Maar dan op een manier zoals je het eigenlijk niet bedoelt. Dus eigenlijk, ja, sorry. Dat doen we een avondje over een keer. Avondje basisinkomen. Ja. Wil jij hem... Nee, wacht. Ja, daar. Ja, er moet dus... Nou, dat is best een eindje. Het is wel... als je hem in je gezicht krijgt, is het niet heel prettig. Dus je moet sta even uitstaan. Op, dan kun je hem vangen. Ja. Toch? Ja. Daar komt hij, hè? Let's go. Kijk, hier, applaus, tuurlijk. Ik heb eigenlijk het gevoel dat er een bepaalde tegenstrijdigheid in dit hele verhaal zit. Het eindigt namelijk met robots die alles behalve menselijk zijn. En laten we eerlijk zijn, nog geen 10% van alle robots zal ook maar enigszins menselijk uitzien. En het begint met een verhaal, als we bijvoorbeeld over de zorgrobot hebben en ook het onderwijs, die er allemaal bijzonder menselijk uitzien. En ja. Er is een hele logische reden waarom robots nooit rechtop zullen lopen, omdat het heel erg moeilijk te maken precies, is. Precies, ze vallen steeds om. Maar als je de robot die bijvoorbeeld het leger heeft, want die met 4 poten, die is inderdaad weggegaan, maar die is vervangen door eentje met rupsbanden. En dat werkt uitstekend. Ja, een dus zelfsturende ik denk tank. In die zin dat er een bepaalde punt in die robot wel komt. En ik vind het eigenlijk... Nou, nu nog een vraag, hè, daaraan. Ja, ik vraag me eigenlijk af, vind je het niet zorgelijk om die discrepantie hierin te laten ontstaan? Want ik zie bijvoorbeeld ook plaatjes van een Terminator-robot voorbij komen en dat is... Eigenlijk alles wat het volgens mij niet is. Maar... Nee, volgens mij ook. Ja, daar ben ik het met je eens. Ja. Maar dus nog één keer. Ja, nou, dan dus vraag ik me af waarom dan toch die discrepantie in dit verhaal zit. Ja, oké. Okay. Ik ben ik niet duidelijk geweest. Mijn mening is dat we bijna geen behoefte hebben aan een robot die als een mens uitziet. En ga maar eens googlen naar robots die er niet als een mens uitzien en je krijgt 0 afbeeldingen. Dus we stellen ons wel de robot voor als iets wat als een mens uitziet. Maar ik heb best wel vaak gezegd dat hij er zo niet uit zal zien. En dat robotje, dat laatste robotje, wat ze in het onderwijs gebruiken, en ook als zorgrobot zogenaamd gebruiken, ja, die ziet er expres als een mens uit, omdat die ook eigenlijk alleen maar een beetje interactief moet zijn. Dat is eigenlijk een bewegende... Zou daar dat onderwijs dan niet op moeten focussen? Als die kennis in blijkbaar de Tweede Kamer ook al ontbreekt in het onderwijs, dat men gaat focussen dat zo de robot er helemaal nooit uit gaat zien. Oké, ik denk dat het wel heel goed is om, als je dan een robot gebruikt in de klas, om dat een hele leuke robot, fun robot te laten doen. Want de enige reden dat je in de klas met die robot aan de gang gaat, is om Scratch te leren of een andere leuke programmeertaal. En dan is het toch leuk dat het robotje op het eind een hiphopdansje kan doen, dan dat hij een deur in een auto kan vastlassen. Ik denk dat die kinderen dan dat eerste leuker vinden. Dus dat is een pedagogisch robotje eigenlijk. Maar ik denk niet dat er heel veel behoefte is aan een robot die inderdaad heel het omvalt, omdat wij nou eenmaal als apen hebben leren lopen, omdat we toevallig geen rupsbanden meer konden ontwikkelen in de evolutie. Exactly. Oké, volgens mij zijn er nog wel een aantal vragen in de zaal, maar je blijft vast nog heel even in ieder geval anderhalf drankje drinken. Dus dat is heel goed. Dan gaan we nog even afsluiten met 3 kleine dingen. Met een tip. Ga naar de site van BBC en dan zoek op Your Job. En dan kan je namelijk daar je baan intypen. En dan vervolgens krijg je dan de kans dat binnen 20, 30 jaar of je baan nog steeds bestaat. Nou, ik ben ook journalist en ik krijg maar 8% kans dat binnen een x aantal jaar weg is. Dus ik zit vrij goed. Maar het is wel even leuk om te kijken. Het wordt ook helemaal onderbouwd, dus geinig. Dan willen we natuurlijk ook nog heel even ons aankomend college. Daar de mensen op wijzen, 20 juni in het WTC. Alles over het Brexit College, Arend-Jan Boekenstein.
En voordat ik Matthijs Bouwman nogmaals hartelijk wil bedanken, sluiten we namelijk af met een filmpje. Want ook in het Koningshuis speelt de robotisering een beetje. Gaat daar niet heel goed. Dus robot is zelfs een scheldwoord als volgt. En behalve de cijfers is er morgen op Prinsjesdag natuurlijk ook veel ceremonie. En daar werd vanochtend al druk voor geoefend. Oké, we beginnen even bij het begin. Begin maar gewoon met de opening en doe maar even zoals je het zelf prettig vindt. Lieve mensen, elke Mogol begaat natuurlijk wel... Je opent met leden van de Staten-Generaal en niet Mogol. Dat moet je niet doen. Leven de Staten-Generaal. Nee, het is... Leden lang van de leven de leden van de Staten-Generaal. Maakt niet uit. Ga verder. Mijn gevoelens als koning van dit land zijn ook belangrijk. Jullie zijn een oefening. Hij lijkt net een robot. Ja, rond hem maar op, Maxima. Ja, wat? Ik wil morgen niet zitten naast je, hoor. Robot. Dus dames en heren, de bitterballen staan klaar. Gaat u vooral nog even een drankje drinken en nog één keer een luid applaus voor Matthijs Bouwman. APPLAUS